please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. Hallo jongens, daar ben ik weer. Ja, weer. Voor jullie waarschijnlijk niet weer. Omdat ik had een heel groot gedeelte van de video's opgenomen. En toen nog ik gecrashed. En toen nog ben ik even, weet je wat, ik ga het ook niet meer doen. Dus nu heb ik geen video. Waarschijnlijk. En ik ben boos. Want ik heb al heel veel gedaan. Ik heb namelijk echt alles wat gedaan. Ik heb die paarden lopen opzadelen. Ik heb die paarden hierheen gebracht. Ik heb al die klusjes daar zo gedaan, die je daar zo moest doen. Ik heb gelukkig nog geen regen. Ja, maar nu is mijn regenboog ook weer weg. Ik ga ook gewoon hierna meteen de video weer afsluiten. Sorry jongens, maar... ik ben even helemaal klaar met Star Stable. Op een of andere manier, maar dat ligt niet aan Bandicam. Dat ligt gewoon aan Star Stable zelf. Jongens, fix het dat het spel niet blijft crashen. Want het spel crasht echt de hele tijd. Gisteren, of eergisteren ook al. Toen probeerde ik ook een video op te nemen. Maar dat lukt dus ook niet, omdat het spel crasht. En toen, ja. En daar ben ik dan zo pissig om. Want dan heb ik een half uur gewerkt om een video op te nemen. En dan omdat Bandicam en Star Stable niet meer samenwerken, doet hij het niet meer. En nou helemaal missies is dat super kut. Ja, ik ga nu schelden, dat klopt. En boeit me niet of je dat nou leuk vindt of niet. Nee. Zul je dat ik zo overkom? Maar ik ben gewoon echt boos. Ik vind die jurk eigenlijk... best wel mooi. Ja, voor jurken van Star Stable. Voor toen in ieder geval dan, hè. Jongen. Nou, zoals ik je al zei, ik ga stoppen. Want we kunnen ook niks meer doen. Qua missie... oh, de regenboog is er laat, maar we gaan niet stoppen, want de regenboog is er toch nog wel. Ja, yeah, de regenboog. We gaan eerst naar de regenboog toe en daarna ga ik de video afsluiten. Ik ben weer helemaal vrolijk, zoals jullie horen. Yay. Oké, dat was heel rennen. Kunnen we hier naar de overkant? Zeg alsjeblieft, toen je naar de overkant kunnen. Please. Save me. Paard, serieus? Kan je niet meer springen? Oké, jongens, we gaan heel gauw naar de brug. En dan gaan we daar heel gauw heen rennen. Ik zie jullie als we daar zijn. Tot zo. Jongens, ik weet dat ik pas zou gaan beginnen met filmen als ik er ben. Maar kijk nou hoe mooi. Oh, dat is echt zielig. Dat zijn mensen die niet Epona in kunnen. En die staan er echt voor het hek van. Ik wil daar ook heen. En dat is echt sneu. Maar wij kunnen wel Epona. Dat is wel een voordeel aan als je gewoon de heel Jurven kan. Je hebt nooit dat soort problemen van. Ja, de regenboog. En hij zo van... nee, hij is een Epona. Waarom moet hij nou per se een Epona zijn? Dat is helemaal niet leuk. Dat zal jij nooit krijgen. Nu gaan wij hier zo... kunnen we nu hier ook nog regenbooggoud zoeken? Ja, we kunnen gewoon nog regenbooggoud zoeken. Oké, let's go. Ik heb al één regenbooggoud gevonden, zoals jullie zien. Hallo, mens. Oei, dit jongens. Ik ga me even concentreren. Ik ben klaar, ja. Oh, normaal deed ik dit altijd op een laptop. Dus dan was dat nooit te zien. Alleen hij gaat wel super snel. Maar ik kreeg de laatste tijd echt veel vaker 10. Dicht bij een archeologische vondst. Hallo? Nou, ik heb geen pickaxe bij, maar dat is wel grappig. Oké, jongens. Ik kijk wel een beetje omheen en zo, maar ik zie er zo gauw nog niet eentje. We gaan ook even met mijn paard zoeken, want dat gaat net wat sneller. Paard, kom hier. Waarom kunnen paarden in Starship helemaal niet gewoon lopen? Dat je gewoon zegt van paard, kom hier. En dat je dan je paard hier naar je toe kwam. Dat zou wel heel cool zijn. Maar ja, we gaan weer. Ik heb hem mogen uitspuren. Want ik vind het wel leuk. Dat we de regenboog... maar normaal kon je de regenboog dan toch niet zien? Toch? Oh ja, volgens mij is het 7 regenbooghout voor 1 cadeautje. 6 of zo, 5. Dat verschilt ook wel eens. Dat ding gaat gewoon veel sneller.
Ik had hem nu niet goed meer. Dat had ik al wel zo'n voorgevoel. Ik klikte al 2 keer, maar toen pakte hij niet. De derde keer was het raak, alleen toen had ik hem fout. Maar wel weer 7 regenbooggoudkloempjes. Hé, daar is nog een paard. Oh, je hebt 10 regenbooggoudplekken per keer, zeg maar. Dat er een regenboog is. Dus we gaan ze gewoon allemaal zoeken, eigenlijk. En dan, als ze allemaal hebben, dan ga ik daarna de video afsluiten. Als we ze allemaal krijgen, hoor. Ik heb ook heel vaak gewoon dat ik zoiets heb van, nou, ik heb geen zin om. Maar het is echt niet zo dat ik elke keer op... Ik ga allemaal gewoon zoveel mogelijk op Star Stable natuurlijk, want... Sowieso niet, maar niet per se vanwege het regenboog. Oh! We hadden bijna 10. Echt bijna. We hadden nummer 1 nodig gehad en hadden we 10. Maar ja, bijna is net niet helemaal. Ja, ja. Ik weet dat er een archeologisch vondst in de buurt is, maar dat zoek ik nu niet. Ik zoek regenbooggoud, oké? Okay? Oh, daar is nog eentje. Hier zitten ze vooral in de bosjes. Jij kan regenbooggoud zoeken vanaf de rug van jou. Jij kan... Oh, nee. Stap af en probeer het nog eens. Ja, maar ik had toen nog helemaal niet... Ik was gewoon tegen een boom aangereden eigenlijk. Ja, ik had er wel zo'n voorgevoel dat deze niet heel goed zou worden. Alhoewel 7 nog best wel veel. Vroeger kreeg ik echt nog maar net 3 of 4 regenbooggoud, weet je wel. Het was gewoon 1, 2, 3 en dan was het doei. Zeg, zit hierboven ook regenbooggoud? Ik weet niet of dat kan hoor, maar... Het zou wel een logische plek zijn ervoor als het er zou kunnen komen. Oh, paard. Oh, paard. Stel je niet aan. Dat vind ik wel hoor, ze stellen zich wel heel snel weer aan. Als die net was gaan stijgen al helemaal. En dat deed hij gelukkig niet. En daar moet hij dan weer wel voor ineens weer stil gaan staan. Hè? Hier is dus nog een plekje. Die zag ik al wel net toen hij daar zo over het hekje heen sprong. Volgens mij is er nog één, maar dat weet ik niet. Het is wel weer even wennen, want ja, het is gewoon anders. Maar ik vind, wat vinden jullie van Fortuna? Zeg maar, wat wel grappig is, is, en dat is gewoon iets heel logischer wat ik nu dan bedenk, hè. Ja, we hebben 10 regenbooggoud. Maar wat wel heel grappig is dat, dat bedenk ik dan net. In Spirit Riding Free is de achternaam van het meisje Lucky. Dat is de hoofdpersoon samen met Spirit. Die heet ook Fortuna. Maar wat wel... Waar komt Fortuna vandaan? Dat had ik jullie al gevraagd in de vorige video. Maar die kan dus waarschijnlijk niet online komen. Dus dat is nu een vraag aan jullie. Waar de heck komt überhaupt het Fortuna vandaan? Want ja... Yay, we hebben weer 10. We hebben nog 4 plekken te gaan, volgens mij. Daar binnen zal het wel niet liggen, denk ik. Misschien hierachter. Ja, ik weet hier de plekken niet zo goed, want ik kon hier vorig jaar volgens mij nog niet komen. Volgens mij. Het was Epona al wel uit, maar toen kon ik er volgens mij nog niet heen. Of zo. Oh, weer een archeologische vondst. Archeologische vondst. Oh, hier nog één. Lol. Dat we die net hebben gemist. Komisch. Net hadden we namelijk ook wel daarachter ergens eentje, volgens mij. Nou, maar ja, ook maakt het ook niet uit. Zolang ik ze maar heb, hè. Kijk, als ik net had gegokt, want meestal komt er dan daarnaast, vlak daarnaast nog één. Als ik er net op had gegokt, had ik hem gefout gehad. Dus het gaat me niet om snelheid, om het zo snel mogelijk te doen. Oh, jammer. Maar het gaat me meer om zoveel mogelijk regenbooggoud te halen. Sommige mensen kunnen dit ook gewoon volgens mij
Die halen elke keer 10 en die kunnen ook gewoon binnen 5 minuten alles gevonden hebben. Dus, omdat niet dat er moeilijke plekken zijn dan, maar ik ben niet zo iemand. Je ziet hier gewoon ook echt iedereen leuke renners van. Ja, regenmooggoud, waar ligt het? Geef mij! Het is wel moeilijk om ze te vinden, sommige, want sommige zijn echt heel goed verstopt dit jaar. Nou ja. Wow. Was ik nou serieus? Ben ik nou gewoon serieus door de muren heen gegletst? Of zo? Ja. Wow. Waarom kan ik nou niet weglopen dan? Mag ik er gewoon uit? Uit de muur? Ja, dankjewel. Wow, er ging iemand heel random staan. Het is ook niet handig als je hier RP wil spelen of zo, doe dat dan niet als hier de regenboog is. En, ja, wel als je wil spelen dat er heel veel mensen zijn op dat moment. Maar niet als je wil spelen dat je rust hebt, want iedereen gaat een regenboog uitzoeken. Dat kon je denk ik ook wel zelf kunnen. Ik zeg alleen maar onzin omdat ik wat wil zeggen. En ik zeg nu gewoon letterlijk alles wat in me opkomt. Dus een beetje onlogisch, maar dan komt omdat ik gewoon ergens op geconcentreerd ben. En dan zeg ik hele rare dingen. Vraag maar aan mijn vriendinnen. Ja, jullie kennen jullie niet, dus dat kunnen jullie niet echt vragen. Tenminste, de meeste kennen jullie niet. De meeste van jullie kennen lang niet al mijn vriendinnen, dus... het is moeilijk. Oké, ik hou wel op. Goed plannen. 2 plekken te gaan. Ik weet eigenlijk al dat jullie niet is, maar nog even checken. Nee, hier is het niet. Oh, jammer. Eigenlijk wist ik dat al wel. Dat was toch. Kijk, deze lag hier eerst nog niet. Ho. Het regenmooggoud lag er eerst nog niet. Volgens mij komt er elke keer op weer een random plek weer een nieuwe klompje regenmooggoud. Oh, ook meteen een archeologische vondst. Maar ik heb geen pickaxe bij me. Of eigenlijk, ja, pickaxe. Want axe is houtdingetje waarmee je hout in elkaar ramt. Dit had ik al het idee. Ik weet niet, ik heb soms voorgevoel erover en soms niet. En die had ik echt voorgevoel, oh kom op, maar dan gaat het juist fout. Of nou ja, ik had een voorgevoel dat het fout gaat en dat ging het dus ook. En soms heb ik het voorgevoel dat het goed gaat. En dan gaat het ook ineens weer goed. Dus ja. Nu nog even rennen, even kijken. Gewoon alles gewoon weer. Maar ja, of je wel zeker weet dat je er bent geweest. Want ik weet dus niet of elke regenboogplekje is respawnen. Dus dat het elke keer, als je er één hebt gevonden, dat dan weer de ander komt. Of ik ben er gewoon 100 keer voorbij gerend. Maar ik check alles gewoon voor de zekerheid 20 keer of zo. Zodat ik zeker weet dat daar dan niks meer ligt. Hier ligt gewoon niks meer. Hey, we reden lekker door elkaar heen. Nu lijkt het echt net of we gewoon achter elkaar aanrennen, maar dat is niet zo. Of zij achter mij aanrent, zeg maar. Nee, ik heb geen pickaxe bij me, dus hou je mond. Met je archeologische vondst. Is nog iemand op rainbow? Op een regenboogpaard. Jongens, kom op. We moeten er nog eentje. Waar is die? We gaan even checken of we hoeveel we nodig hadden om. Ja, zie je 7. Dus nu kan ik al 9 cadeautjes inruilen. Of 8. Zoiets. 9 of 8 cadeautjes kan ik nu al inruilen.
Jongens. Seriously. Is het nou gewoon niet... Oh, wacht. Trouwens, jullie zagen misschien net hoe ik had. Maar ik was aan het kijken naar mijn starcoins. Ik dacht even dat ik 2000 nog wat had. Maar toen had ik 2100. Los. En als het zaterdag is, dan krijg ik... En bovenop is het op het dak. Dus op het terras... Dakterras is het wel mooi. Jongens, het zou heel knus zijn als ik hem nu al 100 keer voorbij ben gerend. Dat je echt in de comments allemaal zegt van... ik zag hem, hij was daar en daar. Dat was wel... Ik weet het echt niet. Waar ben je dan? Ik weet trouwens niet, is er een van mijn vrienden online? Die weer in echt gaat. Er zijn geen vrienden online, helaas. Oké, jongens. Ik zie hem echt niet liggen. Ik wil hem zo graag hebben. Want we moeten er echt nog één, dat weet ik zeker. Oh, we hebben hem. Ja, gevonden. I found it. Hier ben ik serieus al 100 keer langs gereden. Die is wel heel sneaky, onder de plant. Maar volgens mij is het ook gewoon elke keer gewoon echt een hele moeilijk. Hallo, mag ik? Ja, mag het? Ja? Kom op mijn paard verder weg. Ah, mijn paard verder weg. Piep, 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 piep. Oh, nee. Dat zei ik niet, paard. Je moet achteruit. Ga achteruit. Ja, dit is wel genoeg. Dit is wel genoeg. Shamig. Mijn muis reageert niet helemaal goed. Dus vandaar. Nou, we beginnen het... Fortuna dingetje goed. Met... alle goud dingetjes te vinden. En nu hebben we allemaal regenboog goud. 32, 32, 41, 48, 57, 65, 72, 82. Nou jongens, we eindigen met 82 goud. Ik wil jullie daarom heel erg bedanken voor het kijken, dus het is een mooi begin. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Vergeet te abonneren op mijn kanaal. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Dat waren heel veel woorden. En tot de volgende video. Doei doei. Oh wacht. Dan moet ik wel op afsluiten. Ja. Mijn logica klopt niet. Ik dacht van ik ga afsluiten. Video afsluiten. Dus ik ga straks even afsluiten. Nee. Oké. Doei.